Hoe gaat het bij Ajax op dit moment? Johnny Heidinga heeft de winter onder. Helemaal de winter niet onder. Want hij wint dan wel wat wedstrijden. Maar als je ziet hoe die spelers zich gedragen, zowel in het veld als daarbuiten, ook in Duitsland weer, maar ook afgelopen weekend bij Vitesse, dan vraag ik me wel af of hij de winter onder heeft. Want zo horen spelers van Ajax zich natuurlijk niet te gedragen. Dat vechten en dergelijke. Dan gaat het over die Bergwijn onder andere. Ja. Dat hele elftal, dat verliest daar kansloos bij die Duitsers. En dan ga je moeilijk doen na de wedstrijd. Je laat je die agressiviteit in die wedstrijd zien. Dus, en daar is de coach natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Maar er is natuurlijk bijna geen leiding bij Ajax op dit ogenblik. Maar wat ik niet begrijp is, ze hebben een goede linksbuiten gekocht. Ze hebben een goede linksback gekocht. Die hebben bij andere clubs bewezen dat het goede voetballers zijn. Bij Ajax functioneren ze niet. Dat is, vind ik, ook wel de verantwoordelijkheid van een coach. Want de coach die moet het optimale rendement de spelers halen. Hij kan niet zeggen dat die twee niet goed kunnen voetballen. Nee, ze bakken er geen reet van. Nee, maar het ligt ook wel aan die spelers. Zij geven mij gewoon het idee van, wij de beste linkerkant van Europa, toch? Hadden ze geroepen. Beste linkerkantje van Europa. Nou, dat als ze in vorm zijn, dan komen ze een heel eind, die twee. Ah, joh, maar het is Ajax. Ja, Wijndal en Bergwijn, de beste linkerkant. Van Nederland, League. Beste linkerkant van Nederland. En hoe heet dat? Na 80 minuten zat er 40 miljoen op de bank. Ja. Wijndal en er stond er een jongen van 16, die stond linksback. En die speelde dat kleine mannetje van Vitesse wel uit de wedstrijd. Maar er is ook voetbaltechnisch, buiten het feit dat hij iets logischer de opstelling neerzet, is er niet zoveel veranderd. Want ze spelen echt niet beter als bij de andere trainer. Dat doen ze ook niet. Iets eenvoudig bekje, Wijndal. Ja. Toch gewoon een eenvoudig bekje. Ja, maar bij AZ speelde hij uitstekend. Maar hij vindt zichzelf wel goed. Ja, dat is altijd goed linkerkantje van Europa.